Wat is de waarde van het je voorstellen van een positieve toekomst? Als we depressief zijn of als we een reactie hebben na trauma, dan zijn we geneigd om steeds de negatieve herinneringen uit het verleden in onszelf te herhalen. Ik deed dat zelf ook tijdens mijn depressies. Tijdens mijn depressies hield ik een dagboek bij me en dan schreef ik op hoe ik me voelde, hoe rot ik me voelde en ook alle herinneringen aan waar ik me eerder zo rot had gevoeld. En dan bevestigde ik in mezelf in dat mijn leven een aaneenschakeling was van alleen maar sombere dingen en negatieve patronen. En eens vroeg een psycholoog mij toen: heb je het gevoel dat er ergens in jou een lichtpuntje is? Ook al weet je niet wat dat is. En toen meteen zag ik heel diep in mezelf een rood lampje, een fel rood lampje branden. En dat gaf mij zoveel. Ik wist helemaal niet waar dat lampje brandde, wel dat het ergens was bij mijn hart, of eigenlijk tussen mijn hart en mijn maagstreek in mijn voorstellingsvermogen. Maar ik wist niet waar dat was in mijn leven. En ik had me ook niet kunnen voorstellen wat dat zou betekenen. Maar ik ervoer dat rode lampje. En dat was ook echt een lichtpunt voor mij, een lichtpuntje. En als je je een positieve toekomst voorstelt, dan opent zich iets in je. Dus als je daar de tijd voor neemt van hoe zou mijn positieve toekomst eruit kunnen zien? Natuurlijk zal die er anders uitzien dan je hem je voorstelt, maar hoe zou het eruit kunnen zien? En dan opent zich iets, dan komt er nieuwsgierigheid, dan opent zich een voorstellingsvermogen wat je verbindt met positieve ervaringen. En dan komt er ook nieuwsgierigheid. Dan open je iets in jezelf van nieuwe mogelijkheden, van iets waar je nieuwsgierig naar kunt zijn. En dat creëert ook weer nieuwe verbindingen in je hersenen en in je zenuwstelsel. Tijdens mijn depressie heb ik me ooit voorgesteld hoe mijn werk zou zijn als ik een positieve toekomst zou hebben. En ik stelde me voor een massagetafel waar ik massages gaf en het zonlicht wat daarop viel en een tuin waar ik zat dichtbij openslaande deuren. Waar ik zat met een klein tafeltje, waar ik lekker warm drinken voor mezelf op had staan. En waar bloemen waren en zonlicht. En dat gaf mij een gevoel van rust, van blijheid, van wijsheid, van tevredenheid en ook van een genieten. En ik dacht dat ik daarvoor een huis zou moeten hebben met een tuin. Want ik woon in een heel klein appartementje, één hoog, met een balkon. Maar later ben ik me gaan realiseren dat ik dat huis helemaal niet nodig heb. Dat ik dat hier al heb. Als ik naar mijn massagetafel kijk, als ik die klaar heb gezet voor de Japans therapeutische gezichtsmassage en het licht schijnt daarop en de deuren van mijn balkon staan open en ik zit daar aan mijn kleine marmeren tafeltje
met een warme kop bamboekoffie, met alle bloemen om me heen die ik heb op mijn balkon en het prachtige zonlicht dat schijnt door de bomen die mijn balkon begrenzen. Ik heb het geluk dat ik midden in het groen zit, omdat mijn onderburen zoveel hebben geplant, ook aan bomen. Dan realiseer ik me, het is er al. Dat kon ik toen niet zien in mijn depressie. Maar ik had wel al iets geopend. Ik had dat beeld geopend. En vanuit de traumaheling is het zo, en depressie is ook heel vaak een traumareactie, waarbij de stress zo ver was opgebouwd dat er een shutdown overheen is gekomen vanuit het zenuwstelsel, waardoor alles gedempt wordt. Vanuit de traumaheling is bewezen dat als je ook maar een seconde of iets langer blijft bij iets wat positief is, bij iets wat een helend beeld is, of bij een rust die je even, al is het maar een seconde, ervaart in je lichaam. Als je daar iets langer bij blijft, dan worden er al nieuwe circuits gevormd in je zenuwstelsel. Positieve circuits, circuits die jouw sociale zenuwstelsel openen, de ventrale tak van de nervus vagus. Dus het zenuwstelsel wat jou verbindt met jezelf, met anderen, met je omgeving, met nieuwsgierigheid, met rust en met kalmte. Dus ik wil je uitnodigen, als je dat wilt, om je een zo positief mogelijke toekomst voor te stellen. Wat zie jij dan voor je? En vooral, als je je dat voorstelt, wat ervaar je? Wat ervaar je in jouw lichaam, in de sensaties van je lichaam? Misschien gaat je adem dieper. Of misschien voel je dat je wat meer zakt in je stoel, of dat je meer kleuren ziet. Dus wat ervaar je in je lichaam? Wat ervaar je? Dat kleuren zien is alweer een beeld. Wat ervaar je in het zien, in het horen? Dat hoort bij de beelden. Wat ervaar je in je emoties? En wat ervaar je in je algehele gevoel? Is er een meer welbevinden? Of voel je dat juist niet? Wat gebeurt er bij jou? De link naar meer filmpjes over traumaheling heb ik opgenomen in de beschrijving onder dit filmpje.